Hi vissen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de mandala. En deze week is het voor week nummer 37. En dat is van maandag 9 september tot en met zondag 15 september. En dat is de kaartenschud voor de vissen om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof je deze week even gebruikt om voor jezelf wat tijd voor jezelf te nemen. En dat is ook zeker wel naast een stukje wat je wel gewoon met anderen doorbrengt. Maar deze week lijkt je vooral behoefte te hebben om even op jezelf te zijn. Ik heb het gevoel dat je deze week niet zo in staat bent om de juiste woorden te vinden. Ik heb wel het idee dat er van allerlei dingen binnenin jou gebeuren en daar ben je eigenlijk zelf ook van bewust van. Je wilt de dingen nog niet meteen veranderen, terwijl je daar wel een bepaald gevoel voor hebt. Je lijkt dus deze week echt een beetje een vat vol tegenstrijdigheden te zijn. Nou, is het op zich niks nieuws voor de vissen, hè? Want dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar ik heb het idee dat je deze week wat vaker jezelf terugtrekt om over dingen na te denken. En dat is op zich ook echt wel goed, dat je voor jezelf bewust bent, dat je niet te impulsief gaat handelen, maar dat je echt heel bewust een keuze gaat maken. En neem voor jezelf ook gewoon die tijd daarvoor. En op het moment dat je niet uit je woorden komt, is het misschien ook nog niet de tijd om dingen duidelijk te maken. En dus hou het dan even bij jezelf en ga het eigenlijk pas naar buiten op het moment dat je het zeker 100% weet dat je bepaalde stappen wilt gaan zetten. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.